Dit is het weerjournaal van Weerplaza met het weekendweerbericht, wat we rustig het lenteweerbericht kunnen noemen. Nederland had vandaag te maken met wat sluierwolken hier en daar. Maar in het algemeen scheen de zon daar nog wel doorheen. Niet overal even blauw de lucht, maar dus wel een echt lenteachtig gevoel van achterglas. Want er stond een stevige wind. Die maakt het voor het gevoel misschien nog wat, wat minder zacht. Maar de temperaturen zijn wel vrij hoog en dat merken we bijvoorbeeld ook vanavond. Met een temperatuur die lang boven de 10 graden blijft. En ook vannacht hebben we temperaturen die niet zo heel laag uitpakken. Minimaal liggen tussen 5 en 7 graden. Een gemengd beeld met af en toe hoge wolkensluiers. Af en toe ook bredere opklaringen en aanhoudend wind. Wind die matig waait uit het zuidoosten. Morgen is de wind ook zuidoostelijk en matig kracht 4. Echt wel een merkbare wind, maar vanuit die richting wordt wel heel zachte lucht aangevoerd. Temperaturen klimmen hoog op. In het westelijk kustgebied is de graad of 17, maar dieper landinwaarts kom je al snel in de buurt. Of zelfs boven de 20 graden uit. De hoogste waarde in het oosten van Brabant en het noorden van Limburg, lijkt me. Verder hebben we veel ruimte voor de zon. Hoge wolkensluiers, dat wel. De meeste daarvan komen we tegen in het westen van het land. Neerslag is niet aan de orde. Zondag is hoegenaamd nog een wat zachtere dag. In het binnenland 20 graden, 21 langs de oostgrens. Met zonnige perioden in het westen wat meer wolkenvelden. Maar ook in het westen is de kans op neerslag maar heel erg klein. En we gaan er gewoon vanuit dat het droog blijft. De wind is wel wat minder sterk, met meest matig kracht 3, en draait geleidelijk naar wat meer zuidelijke richting. En dan maandag nog een dag met rustig weer. Wind uit het noordoosten. Eh, matig van kracht met temperaturen in het oosten van het land ook nog altijd aan 20 graden. En ook elders is het gewoon echt zacht met zonnige perioden. En een droge dag dinsdag lukt dat niet helemaal meer. Want dan is er wel kans op een paar buien. Maar het blijft ook dan zacht. En dat zachte weer houden we eigenlijk vast. Een heel saaie pluim als we er als meteoroloog naar kijken. Want de maximum temperaturen liggen steeds zo in de buurt van de 20 graden. De spreiding is niet zo heel Heel erg groot, en dat betekent dat de verwachting ook redelijk zeker is. Wat we ook kunnen concluderen is dat temperaturen in de buurt van het vriespunt in de nacht voorlopig niet meer mogelijk zijn. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.